Ik zie tot nu mijzelf net als een vogel was in een kooi. En zij heeft de deur voor mij open gedaan. Ik realiseerde me op een bepaald moment hoe gelukkig ik eigenlijk was in mijn huis, met mijn gezin en met mijn kinderen. En toen dacht ik, wat moet het toch vreselijk zijn als je alleen bent met kerst. Toen heb ik een oproepje geplaatst op Nextdoor. Nou, mijn omgeving verklaarde me een beetje voor gek. Mijn moeder had de oproep voorbij zien komen op Nextdoor en die had echt zoiets van, doe je nou, je hebt het al zo druk. En, maakt helemaal niet uit. Des te meer, des te gezelliger. Uiteindelijk is er toch iemand gekomen en dat is Tony. Ik ben Tony. Ik kom uit Syrië. Door oorlog. Ik kon niet daar blijven. Dus moest ik weg. Door oorlog heb ik heel veel geleerd. En ik ben hier alleen. Via muziek vergeet ik mijn oud home. Vergeet ik dat ik geen familie heb. Ik heb me op slot gezet. In één kooi. Ja, eigenlijk heb ik gereageerd door Kerstmis. Het was kerstdagen. En dit zou derde kerstdagen ik alleen ben. Ik was bang. Ik was helemaal bang. Maar ik las heel veel reacties. Ik zei, hey Tony, ga maar, ga proberen. Probeer altijd mooi. Jij hebt niks om te verliezen. Ik weet nog dat het... Dat hij voor de deur stond, heel schattig met een plantje in zijn hand. Van zo'n kerststerretje had hij voor me meegenomen. En hij stond een beetje vertwijfeld op, bij die deur. Zo van, zal ik wel, zal ik niet? En zij opende de deur. Tony. En ik zag opeens bij haar iemand die ik ken. En ik ging naar binnen. En zij wilde mij knuffelen. Zij wilde, ja, maar ik durf het niet. Ik vond het heel mooi om te zien dat Tony op een gegeven moment toch een traan moest laten. En ik vroeg aan hem van, waarom huil je? Toen gaf hij aan van, dit is zo anders dan dat ik gewend ben. En ik heb hier zo'n behoefte aan. Door jou ga ik weer leren vertrouwen in de mensen. Vertrouwen is zo. Niet makkelijk, maar niet onmogelijk. Met liefde, alles kan. We hebben een ontzettend leuke avond gehad en heel bijzonder contact ook opgedaan. En ik denk ook wel blijvend. Zij komt! Ik zie haar als klein angel, maar menselijk angel. Daarom, Nextdoor is belangrijk om maak connectie tussen mensen. Wij missen menselijkheid. Als je zo'n oproep plaatst, dan weet je eigenlijk helemaal niet wat je kan verwachten. Ik begin gewoon. Spreek je buur aan of hang een oproepje bij de Albert Heijn. Of kijk eens bij die buurvrouw die je al een tijd niet hebt gezien. Maak contact. Ik wist echt niet wat ik kon verwachten die avond. Maar kijk wat het ons heeft opgeleverd. Elke vluchteling en elke eenzaam persoon heeft een kim nodig. Proost erop. Familie.